Door het kanaal. Echt niet. Ik weet nooit of Arie de kan komen. Dat is dingen wel. 2, 3, 4, 5, deze maar gewonden. Als politie, ordonnans en koersdirecteur graag even testen. 4 en 5 graag even testen. Ook deze maar gewonden. Deze wagen gewonden. Namens de organisatie van Ondernans van de Glazen Stad, de Stichting Wielerevenementen Westland. En ik wil alle welkom in deze nationale vrije wedstrijd voor elite en belofte. Erik van der Linden, zij heet u eveneens van harte welkom. We rijden de gedurende wedstrijd in 1 file aan de rechterzijde van de weg. Voor de groot licht. U doet geen op om uit de auto's te willen werken. Ten einde mee te werken. Thank you.
op dit moment aan bij het peloton. Hele fijne service dan. Met 12 man, jullie zitten met z'n vier erbij, Joop Piel zit erbij met 4 man. En ja, het duurt een kilometer of 10, 12. Je krijgt niet meer dan een half minuut. En als we later kijken naar de kopgroep met 11 man erbij, waar Sjoerd Kouwenhove bij zit, maximaal 1,5 minuut. Was de controle zo groot? Ja, in de kopgroep werd er gewoon nooit echt 100% volgend doorgereden. Dus ja, dan we naar elkaar kijken en worden we niet. En dan weet je dat het gaat eindigen in een massasprint. Hoe gaan jullie daar dan in? Ik ging vroeg aan, dat is de bedoeling dat Johan aan zou tikken, maar dat lukte net niet. Willem daarbij overwinning in Normandie, vandaag de overwinning in de fase stap. En dat is er een geteld voor de thuisploeg van de Rijk. Ja, voor de Rijk is heel belangrijk, voor mezelf is het ook nog iets. Ja, je was al in orde natuurlijk in Normandie, we weten dat je een rappe been hebt, je hebt eerder op het podium gestaan hier. Toch horen we in de finale deze strikbaan de dingen. Dylan Groenewegen vraagt om zijn ploegleider problemen met het schoeisel. Ja, mijn schoenplaatje brak af en toen wou ik van schoen wisselen, maar mijn schoen was erin dus. Toen mag gewoon een beetje meer op ons plaatje gestreden. Dus je bent op één been winnaar geworden? Ja, op één been wil ik niet zeggen, maar ja, mijn schoen zullen goed gaan. Hoe was jullie strijdplan voor vandaag? Ja, we moesten allemaal mee springen. En, dat lukte niet op uit, zag ik wel, als ik de nummers doorkreeg van de mannen. Nee, we waren maar met 5 man, dus wel één man minder. Maar ja, in de goede deelruimte staat het ook bij en daarachter ging er gewoon van mij. Dus. Ja, dan weet je op een gegeven moment de laatste in de finale, de laatste 30 kilometer, dat de massasprint gaat worden. Er rijden nog 3 man weg, maar meer dan 10, 15 seconden krijgen ze niet. Nee, klopt, de 3 man konden goed in de gaten houden en ja, de vis wel verder was. Dames en heren, hier het super trio van vandaag. En Dylan de Groenewegen, Remco de Braakje, Jolien Arissen, onze ronde is Cindy. Dit was de 30ste omloop van de glazen stad. Hebben we er 3 samen ook?